De regering Santokki Bruinswijk is na 16 maanden regeren niet in staat hun belofte na te komen om Suriname te redden. Het is de politieke partij DA91 die tot deze conclusie komt en via voorzitter Angelique del Castillo aangeeft dat het bestuur van het land van kwaad tot erger is geworden. Deze regering is niet meer in staat om onderlinge samenhang te brengen, het Surinaamse belang voorop te stellen, af te rekenen met nepotisme en de economische ontwikkeling te brengen. En dan moet ze maar vallen, meent de voorzitter. Onze land, en dat is geen geheim, was reeds aan de afgrond gebracht door de afgelopen 10 jaar regering Boutersen. En economisch aan de rand van de afgrond, sociaal-maatschappelijk aan de rand van de afgrond. En nu blijkt de regering Santokki, als we zo kijken naar wat er gebeurt, niet in staat om daar een rem op te zetten. Nog minder een ommekeer in te brengen. En wij moeten dit steunen. Kijk, we zijn hier vandaag als bestuursleden omdat we zeggen, wij als samenleving kunnen niet zitten en wachten dat de regering het doet. En als de regering het niet doet, dan is het maar zo. Wij moeten als burgers en als partij opstaan en alle pogingen aanwenden om dit te steunen. Er zijn correcties en aanpassingen nodig om het getij te keren, meent de DA91-voorzitter. Zij hoopt dat de regering, met name president Santokki, daarom zal luisteren en deze oplossingen ter harte zal nemen. Een belangrijke wet, ook voor u als mediajournalisten. U hebt het nodig, wij hebben het nodig als burgers, om te kunnen verifiëren wat de regering doet, om die regering verantwoordelijk te houden. Het is gewoon de basis van die transparantie waar we om roepen. En natuurlijk wordt daar ook nog bij de wet op het enquêterecht. En daar hoort ook nog bij dat we moeten zorgen dat gezagsdragers, ook uit deze regering, niet beschermd worden vanuit de grondwet wanneer het gaat blijken achteraf, nu we die transparantie niet nu al hebben en achteraf waarschijnlijk zaken naar boven gaan kunnen brengen. Dat gezagsdragers niet onterecht beschermd worden vanuit de grondwet. We hebben eerder hierop gewezen in de kwestie Hoefdraak, dat grondwetsartikel verwijderd moet worden. We zien het resultaat. Tot heden is meneer Hoefdraak spoorloos en zo ook ons geld. De corruptiebestrijding, want de kwestie Hoefdraak brengt natuurlijk naar de corruptiebestrijding. De kwesties die liggen bij het OM horen we niets meer over. Deze week gaat er vanuit de partij een brief naar de Nationale Assemblée om ook dit orgaan aan die belofte te herinneren. Ook gaat DA91 de kiesregeling laten toetsen door het Constitutioneel Hof. DA91 gaat voorstellen doen om het aantal termijnen voor presidentschap vast te stellen op 2 termijnen.